einde van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Het is een tijdje geleden, Trace. Ja, het is een super speciale aflevering. Ja, ik weet ook niet hoe naar waar ik moet kijken. Ja, ik denk dat we zo een soort van driehoek mogen doen met de kijker/luisteraars en met elkaar. Ja, en met de luisteraar. Dan is hij al een vierkant. Ja, wow. Oké, maar het is dus speciaal, want het is de eerste aflevering in meer dan een jaar dat we het samen opnemen. Ja. En dat is omdat we vandaag op deze plek zijn. We zijn eigenlijk in het bureau van Stijn Streuvels. Ja, hoe speciaal is dat? Ja, het schijnt dat hij hier nog spookt, maar we hebben hem wel nog niet gezien. Ja, dus als je straks iets hoort... Ja, dan is het Stijn. Voilà, kijk. Dan hebben we al een gast vandaag ook. Ja, dan hebben we meteen een gast, ja. Nu, we zijn hier eigenlijk met een speciale reden. We gaan nu een aflevering opnemen voor Erfgoeddag. Klopt. Erfgoedweekend eigenlijk. Dus 24 en 25 april. En het thema dit jaar is de nacht. Ja, dat klopt. Ja. En ze hebben ons gevraagd om één werk van Stijn Streuvels specifiek te bespreken, omdat daar de nacht nogal dominant is. Ja, het is vrij prominent, ja. Voilà, en dat gaan we doen. En misschien mogen we gewoon zeggen welk boek dat we gaan bespreken. We hebben Het leven en de dood in de nacht gelezen. Voor mij was het eerste werk van Streuvels dat ik las. Ik kan nu al meegeven dat ik aangenaam verrast was. Ja. Aangenaam verrast door de nacht. Sorry. Mooi. En dan hebben we ook nog een paar extra tips voor de luisteraars. Ja, die allemaal iets te maken hebben met de nacht. Ja. Voilà. Dus dat is eigenlijk wat er op het programma staat. Maar ik denk dat we best eerst een beetje vertellen over Stijn en over het Luisternest. Dat is de naam van zijn huis. Inderdaad. En we zien ook voor wie dat er nu luistert. We hebben ook een filmpje gemaakt van de opname. En dat vind je op de YouTube van het Luisternest. En daar kun je wel echt een keer kijken in het bureau van Stijn. Want die heeft een supermooi huis. Mm-hmm. Ik dacht dat dat veel kleiner was, maar hij heeft wel nog een mooi groot huis. Ja. Kleurrijk ook. Ik ben hier al in iedere kamer geweest. Ik heb niets aangeraakt. Ik ben vrij voorzichtig geweest. Er zijn geen alarmen afgegaan. We mogen wel zijn een koffietafel gebruiken. Dus dat vind ik wel speciaal. Ja. Ja, maar ik vind het wel echt leuk. Dus moest je hier in de buurt zijn, het is een inhooihem. Ja, het is ook in een heel mooie streek. En dat is misschien al een eerste iets. Dus je ziet zijn bureau. En hij is gerenommeerd, of hoe zeg je dat? Omwille van het uitzicht. En dat uitzicht is nog altijd zalig. Ja, dat kijkt uit over het begin ook van de Stijn Streuvels wandeling. Dus moest je nog geen wandeling willen doen, als je voilà. Dan niet volledig beu bent. Ik heb het al een keer gedaan en het is wel een mooie wandeling. Oké. Ja, het is een aanrader. Voilà. Kijk. Right. Maar misschien over naar Stijn nu. Ja. Ik heb een paar dingen opgezocht, Trace. Dat doen we nu eenmaal. Voilà. Dus ik ga er even dat erbij nemen, want ik heb dat niet allemaal kunnen onthouden. Want er is echt wel veel te vertellen over Stijn. Ja. Maar hij had gezegd dat hij ging opzoeken, dus ik heb niets opgezocht. Ja. En daarnet liep ik al even rond met Thomas van het Luisternest. Ja. En hij heeft mij al veel verteld ook erover. Veel dingen waarvan ik dacht, dat wist ik niet. Ja. Ik had dat ook, toen ik dingen opzocht liever. Ten eerste, Stijn Streuvels is niet zijn echte naam. Dat wist ik al niet. Zijn echte naam is Franciscus, Petrus, Maria, Frank, staat tussen haakjes. Oké. Lateur. Het ligt dus uitgemaald achter ons. Ik ga weer met aan. Ja, er zitten hier van die sensoren. En sensoren, ja. Het spookt hier ook. Ah, dat is wel grappig. Ik dacht dat je zou zeggen, Stijn Streuvels of zo. Nee. Nee. En die vond zijn eigen naam uitgevonden dan? Ik veronderstel wel. Ik vind wel, als je je eigen naam uitvindt, dat is misschien een tip voor iedereen, neem dan iets dat makkelijk uit te spreken is. Want Stijn Streuvels, ik val daar wel een keer over. Ja, Stijn Streuvels ging gemakkelijker. Of Streen Streuvels. Ja, Streen Streuvels. Ja, maar zo, daar is er nu echt wel niet meer aan te doen. Ja, klopt. Voilà. Voor de volledigheid, Stijn Streuvels is geboren in Heulen. En hij is gestorven hier in Goijchem. Vandaar dat zijn geest hier misschien nog wel wat rondwaalt. Is geboren in 1871, gestorven in 1969. Ja, hij is wel oud geworden. Oei. 98. Oké, wow. Je hebt dat al... Thomas heeft dat daarnaast verteld. Nee, ik heb dat gewoon snel. Heb dat gewoon uitgerekend? Nee. Jawel, 71, 69, dat is toch een twee jaar verschil? Okay. Oké. Ja, dat is inderdaad wel oud. Ja. Hoofdrekening is ook een van mijn talenten. Sorry, gaan dus, we verder. Dus oké. Dus Stijn was een Vlaamse schrijver, maar dat moest ik waarschijnlijk niet vertellen. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste vernieuwers van de Nederlandse letteren. Zijn werk wordt gezien als realisme, naturalisme. Ja. En dat is ook wat het werk doet, of ja, wat het werk is. En dan vond ik iets... het is zo niet helemaal duidelijk hoeveel keer, maar hij is minstens 13 keer genomineerd voor de Nobelprijs. Weet je wat Thomas mij ook zei? Oké, de Nobelprijs heeft hij niet gewonnen, maar hij heeft wel voor heel veel prijzen gehaald. Want ik liep hier rond en ik zei, dat is wel echt een groot huis voor in die tijd. Ja.
En Thomas zei dat zeker de helft van dat huis gebouwd is met prijzengeld. Oké. Okay. Die heeft ook 2 keer de Nederlandse prijs voor de letteren gewonnen. En ook heel veel andere dingen. En dan heeft hij gewoon heel de tijd bijgebouwd. Dus ik denk dat hij wel een lucratieve business van gemaakt heeft. Ik had gelezen, en Thomas zei dat daarnet ook, dat hij vooral dankzij de erfenis van zijn onkel is kunnen beginnen met het huis. En dan zo gelijk een echte Vlaming. Ja, stukjes bijbouwen. Een beetje bijgebouwd. Voilà. Maar dat is te bewonderenswaardiger, want hij is eigenlijk gestopt aan zijn 14, 15 jaar met school om bakkersgast te zijn. Want zijn familie was inderdaad een bakkersfamilie, dus dat was gelijk logisch dat hij dat ook maar ging doen. Maar terwijl schreef hij wel nu en dan iets. Hij is begonnen met artikels te schrijven, tijdschriften enzovoort. En zijn eerste verhalenbundel was Lenteleven, was dan in 1899. Klinkt vrolijk. Ja, en past ook. Super hard bij de tijd van het jaar. Ik kijk uit op paaslelies in de Hof van Stijn. En sindsdien heeft hij elk jaar 1 werk gemaakt gedurende 40 jaar. Wauw. Dus dan verdient hij wel zo'n neus. Dat is zeker. Ja, kijk. Ik denk dat het wel duidelijk is dat hij echt niet alleen een schrijver was en niet alleen een bakker, maar hij is dus begonnen met schetsen, gedichten. Thomas zei daarnet ook dat hij foto's nam. Ja. En die reisde ook veel. Ah, dat ik heb hier allemaal reissouvenirs gezien. Ja. En wat Thomas ook zei, hij wil ook boeken staan in het Frans, in het Engels, in het Duits, in het Noors. Ja, en zelfs in het Russisch. Ja. Want hij was een autodidact. Ja. Dus dat is zo, wow. Je bent gestopt aan je 14 met school. Ja. En dan... En het is niet dat je zo rap met een appje, zo wat Duolingo Noors leert. Allee, ja. Ik vind dat wel echt op de IKEA, die je zit dan een inhooi hem op een heuvel en dan plotseling kun je Russisch. Ja. Ja, ik ben wel echt slim geweest. Ik denk dat veel jonge mensen zo'n beeld hebben van Stijn Streuvels als... Ah, dat was zo'n oude vent die schreef over wat boerovenkes. En dat dat niet meer relevant zou zijn. Mm. Maar met zijn boek te lezen en hier te zijn, heb ik wel het idee dat dat totaal niet zo was. Ja, ja dat klopt. Want het gaat totaal niet over ons leven. Op geen enkel vlak, denk ik. Maar het doet je wel constant reflecteren over jezelf. Ja, er zijn echt zo van die... je zou kunnen zeggen, het zijn allemaal Pinterest quotes. Ja. Misschien niet allemaal, maar zo wel echt van die dingen dat je denkt, oeh, daar moet ik wel even over nadenken. Zeker. En inderdaad, gaat straks wel zien, het boek, wat er gebeurt in het boek en hoe dat de mensen zijn, staat super ver af van hoe dat wij vandaag ons leven leiden. Maar aan de andere kant ook wel weer niet. Ja. Hetgeen dat ze zich zorgen over maken, waarover ze nadenken, waarover ze dromen, is vaak nog... je kunt daar wel mee relateren. Ja, zeker. Dus dat vond ik wel verrassend. Ja, dat is voor straks. Ik heb mijn weetjes, Trace. Ja, weetjes. Hij is gehuwd met Alida Stalens in 1905. En dan zijn ze naar hier komen wonen. Alida heeft dat goed gezien. Het zal wel. En hij heeft ook, toen dat ze naar hierin komen wonen, sindsdien hebben ze ook echt voltijds van zijn pen kunnen leven. Mooi. Ja. Dus dan was hij in de 30? Ja. Ja, ietske ouder dan ons. Ja. Maar niet veel. Zo. Oké, cool. Ja, voilà. Hij heeft 4 kinderen gekregen. Ook een aantal kleinkinderen. Waarvan dat er ook een schrijver is geworden. Eén schrijver is geworden, een schrijfster. Dat heb ik nu niet volledig genoteerd. Dat dus dat cool. Kunnen we knippen. En zijn onkel was Guido Gezelle? Nee, zijn moeder... Oh, shit, ik ga dat mis op. Jawel, wacht. Zijn moeder was de zus, ja. Ja, dan is dat zijn onkel, hè. Nee, er staat hier ook een beeld. En ik dacht, dat is zo'n random Vlaamse schrijvers onder elkaar beeldjes uitwisselen. Maar dat is blijkbaar zijn onkel. Ah, oké. Okay. Dan zit het in de gene. En tegelijk was hij ook de broer van de moeder van Stijn Streuvels. Ja, voilà. Ja, kijk, familie, hoe noemde dat? Moet nog even weer. Het moet nog een beetje komen. Het is chill. Leuk om te weten is denk ik dat hij hier 60 jaar heeft gewoond. Als je zo goed kan hoofdrekenen als Trace, dan wist je dat natuurlijk al. Hij is dus ook effectief hier gestorven. En op zijn begrafenis, er hangt daar ook een artikel van toen, waren er 7000 mensen. Ik denk dat Inhooi hem ook niet zo'n grote kerk heeft. Dus waarschijnlijk was er maar grote scherm bij. Sowieso, met livestream. Livestream, ja. En ook bijzonder, koning Boudewijn is hier ooit op bezoek geweest in het Geestennest. Dus eigenlijk aan zijn Streuvels en zijn vrouw Alida uitgenodigd op het paleis van EA. Toen hij genomineerd was voor de Nobelprijs. Dus een van de keren. Yeah. En dan uitgenodigd aan zijn Streuvels, want hij was al een beetje van nodig. Zei hij van, helemaal naar Brussel, ik zie dat ik wel niet zitten. En nu Inhooi in Brussel, volgens mij is dat wel een uur kunnen overheen. Dus ik snap dat wel. En dus dan ze gezegd van, we zien dat niet zitten om te komen, maar de koning mag zeker een stukje taart komen eten bij ons. En dan is koning Boudewijn naar hier gekomen. Allee. En er staat daar een foto van in de living. Ik moet straks kijken. Oké, dat wil ik het nog zien. Het is wel grappig. Okay. Het is echt zo nog de jonge Boudewijn ook. Wat hebben de jongste benen, hè? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, oké.
Maar dat wil ik zeker zien. Want ja, ik denk dat je het, of ik hoop dat je het een beetje kan zien, maar dit is echt wel een mooi huis. Ja, het is echt een mooi vol huis. Vol met allemaal leuke, ja, prullen is niet het juiste woord, nee, maar allemaal beeldjes en heel veel oude boeken en heel veel hout en ja, leuke kleuren. En al die hout is ook geschilderd. En ik heb de vraag aan Thomas, en dat is origineel, dus heeft een supermooi groen en ook hele boekenkasten. De poker, ja. Er is ook veel blauw. Ja. En zijn die kleuren nu ook gebruiken, denk ik, voor de branding van Flexernest. Ja. Maar het is echt heel mooi gedaan. Ja. Echt mooie kleuren. Ja. Voilà. En naast die mooie kleuren en die gezellige inrichting, kan je ook naar hier komen om het archief van Stijn Struvels... Allee, dat is hier. Dus dat is... Moest je een keer denken, ik wil iets uit het archief van Stijn Struvels... ik val er weer al over. Stijn Struvels nalezen, dan is dat hier te doen. Ja, voilà. Dan wil ik gewoon nog één iets leuk zeggen. Of leuk, ik vond dat wel tof. Dat was dat Stijn Struvels heel veel aandacht had ook over zo de vormgeving van zijn boek. Zo de typografie, de illustraties. De covers en al, voilà. Ja. Dus, en Thomas vertelde ook dat in die tijd had je uitgevers die dan boeken uitbrachten voor België, boeken voor Nederland. Dus dat was nog niet samen zoals nu. En Stijn had dus effectief dan de twee. En dat hij bij Lano, blijkbaar de toenmalige directeur, letterlijk grijze haren had bezorgd. Omdat hij zoveel eisend was in zijn keuzes over een bepaald lettertype. Ja. Dat hij dat in Nederland wel kreeg. Dus hij hoorde ook in Vlaanderen. Maar ook wel leuk, want ze zijn nu Lano. Ja. En zij brengen dit jaar 5 boeken van Struvels opnieuw uit. Ja. Dat is wel leuk. Allee, ze hebben er miserie mee gehad ooit, maar ik denk dat ze nu het aanbesteding wel verheven hebben. En dat ze zijn lettertype gaan geven dat hij wil. Ja, laat ons hopen. Dat zou toch wel... Right. Dus als je Het Leven en de Dood in de Nast wil lezen, ik denk vanaf juni of ergens deze zomer komt een nieuwe editie uit. Dus dan kan je die lezen. Voilà, kijk. Gaan we eraan beiden? Yes. Maar okay. Ik heb al superveel gepraat. Ja. Ik heb misschien juist wel ook kunnen hier zo makkelijk. Dus ik had nog een paar dingen over Leesternest, maar ik denk dat we het eigenlijk allemaal zeggen. Dus dat ga ik skippen. En dan Erfgoeddag doen we dat op het einde. Of we hebben dat ook al gezegd van de nacht. We hebben dat al gezegd dat het Erfgoeddag is, ja. Ja, het is goed. Ja, dus dan kunnen we nu gewoon onze gewone structuur doen. Oké, is goed. Oké. Alright. Het boek. Ik ga het boek al even op mijn schoot nemen. En de zitjes daar. Wacht, misschien moeten we dat doen... Ah ja, maar dat is niet erg als dat in de volgende shot zit, hè. Dat is niet erg dat het beeld dan anders is. Ah, oh, nee. Ik dacht, je gaat dat een overgangsgevoel maken. Oh. Oh. Dat is chill. Of misschien heb ik dat wel doen. Ik kan die ook monteren. Oeh, nice. Ja, ja. Oh, sorry. Dus, we hebben het gehad over Stijn Struvels. Die heeft wel een aantal bekende werken geschreven. Ja. Dat is echt grappig, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar een paar van zijn bekendste werken zijn De Vlaskaart, Leven en Dood in een Ast. Ik denk ook De Teleurgang van de Waterboek. Dus die is verfilmd als Mira. Ja. En dat was wel nog controversieel toen hij dat schreef. Want het was wel met zo de vleeselijke lust en al die dingen. Dus ik denk op taal waarschijnlijk de 3 bekendste zijn. Ja, ik had die 3 opgeschreven. Dus, we zitten losse pols. Zodat, wij hebben Het Leven en de Dood in een Ast gelezen. Dat is eigenlijk een novelle. Ik denk dat dat 140 pagina's, 150. Zoiets was. Het leest eigenlijk super vlot. Ja. Niet alleen omdat het weinig pagina's zijn. Ja, zeker niet alleen om het boek van 150 pagina's die niet vlot is. Ja, ja, ja. Nee. Ik vond dat, ongeacht de lengte, vond ik dat een boek was dat heel vlot leest. Ja. Past ook perfect in het thema van Erfgoeddag. Dat is de nacht. Want eigenlijk is het een boek dat plaatsvindt van een avond tot de volgende ochtend. Dus eigenlijk de nacht. Ja. En dus vandaar, ik had ook ergens gelezen dat iemand zei, want het is eigenlijk een perfect boek in die zin dat er eenheid is van tijd, van ruimte en van handeling. Ja. Wat dat waar is, want je hebt eenheid van ruimte. Alles vindt plaats binnen een ast, zoals ze werken. Van tijd, dus het is echt op één moment. Mm-hmm. En dan van de handeling, eigenlijk doen ze niet zoveel. Nee, ze dromen, ze denken. En ze werken. En ze werken vooral, ja. Misschien belangrijk als je niet weet hoe dat is. Ik wist dat ook niet. Een ast is eigenlijk een soort van droogoven. Ja. Dus hier in de streek had je er veel. En ze gebruiken die om chicorée te drogen. Ja, of tabak. Tabak en zo werd ook gedroogd. Ik heb het plezier dat ik dat nog nooit heb moeten proeven. Want dat werd als een soort van... Proeven? Chicorée. Ah ja. Dat werd toch... Ja, tabak. Ah, ja. Dat werd toch chicorée. Dat is een soort van vervanging van koffie. Ja. Vroeger voor de... Allee, dat was goedkoper dan koffie. Mensen, ja. Beetje, nee? Ja. Ja, maar het ziet dat wel niet lekker is. Heb je dat ooit geproefd? Toch, nee, maar ik weet wel dat je dat altijd kunt kopen in de koolruis. Ja, overal. Ik bedoel, in de koolruis heb ik dat al gezien. Ja, nee, je kunt dat inderdaad nog altijd kopen. Maar ja, ik heb wel ook gehoord dat je dan een opmars bezig is. Maar volgens mij is dat iets dat mensen willen dat gebeurt. Maar ja. Ik denk dat ik daar misschien niet ga in mee. Nee.
Voilà. We moeten niet overal in meegaan, nee. denk ik dan. Nee. Tenslotte, dat is wat ze deden in die nast. Dus dat is wel een relatief hoog gebouwtje. Allee, bij een oven denk je misschien aan een... Nee, dat is inderdaad een soort van... balkvormige... Ja, ik ging zeggen, zo wat lijkt een toren. Ja. Een soort van toren eigenlijk. Ja. Hè. Dat los stond maar meestal op een erf. Ja. En op de zolder daarvan, dat was niet echt de zolder, want dat was eigenlijk met twee typen in, werden dan die chicorée gedroogd en daaronder werd er gestookt. Dus dat was ook heel warm. Dus dat was fysiek wel zware arbeid. Mm-hmm. En onze hoofdpersonages zijn de arbeiders die in die ast aan het werken zijn. Ja. En die dus 's nachts ook moeten om de zoveel tijd opstaan om daarin te gaan. Ja, want die zijn bepaald ritme van hoe lang duurt dat, omdat die drogen en al, en omdat de... Ja, eigenlijk wordt dat eerst gebracht. Dus dat wordt geoogst, dat wordt dan in een as gebracht. Dan breken ze dat een beetje. Ja. En dan wordt dat daar opgespreid. Dan wordt dat een paar keer gedraaid ook. Ja. Dus eigenlijk moeten die arbeiders leven een beetje in dat ritme van dat drogen. Ja. Ja, eigenlijk helemaal, hè. Ja. Ik zei een beetje om te relativeren hoe triest het hun leven was. Ja. Want het is al een beetje een triest leven. Het is een beetje triest. Ja. Ja, en wat ging ik daar nog over zeggen? Eigenlijk zegt een titel al bijna alles over dat verhaal. Hè? Leven en dood in de ast. De personages, onze arbeiders, ze vertellen elkaar verhalen, ze dromen, ze denken na over het leven, maar ook over de dood. Mm-hmm. Terwijl ze in de ast zijn. Ja. Dat was eigenlijk onze bespreking van dit boek. Tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer. Nee. Dus eigenlijk hetgeen dat ze daar doen, is een beetje waarover ze nadenken. Ze denken na over hun leven, wat ze gedaan hebben, of wat er nog komt, wat ze zo nu willen dat er nog komt. Mm-hmm. Ze filosoferen ook wel een klein beetje. Ja. En dat is een beetje het punt... Ik zeg heel een beetje, dat is mijn stopwoord. Ik moet daar niet stoppen. We zullen knijken. Ja. Ze filosoferen over hun leven en daar zit eigenlijk de grootste kracht van dat verhaal in. Daarom is het zo herkenbaar. Mm-hmm. Niet omwille van wat ze doen, maar omwille van wat ze denken. Ja, dat klopt. Maar je hebt dus een aantal hoofdpersonages. Mm-hmm. Misschien moet je die al... Ik denk dat ik ze toevallig hier allemaal kan aflezen. We hebben Flippo. Dat is zo wat een maffe kerel. Ja, ik denk dat ze daar ook gewoon... Ja, die heeft ergens iets... een beperking, denk ik. Maar dat werd toen natuurlijk niet zo gezegd. Nee. Hij wordt vooral als een lelijke kerel beschreven. Ja, had hij geen hazelip? Dat weet ik nu niet meer zeker. Ze lachen ook zo'n beetje met hem. Ze spotten ook een beetje met hem. Hij is verbaal ook niet zo sterk. Nee. Maar hij heeft wel mooie dromen ook. Ja, zeker. Misschien de meest herkenbare, dat weet ik nu niet. Als ik dat zo... Of ik dat zo mag zeggen. Dan hebben we Hutsebolle. Die namen zijn super mooi. Hutsebolle is al iets ouder. Ja. En die blikt ook zo'n beetje terug. Ja. Ik heb vooral bij hem het gevoel dat hij een beetje spijt heeft. Dat hij al zo oud is en eigenlijk beseft van... Amai, was dat mijn leven? En dat was blijkbaar het leven... Is dit nu later? Ja. En dat dat ook gewoon het leven was van heel veel mensen in die tijd. Dan hebben we Blomme. Blomme is ook zo'n harde werker. Is iets jonger, denk ik nog. Ik denk dat hij ook wel al in de... Was hij niet al in de 60 of zo? Ja. En hij is ook zo vreemd. Hij heeft zo nog wat dromen. Hij is zoiets van, ik wil graag zo mijn eigen plekje met een koebeest. Waar ik dan zo mijn eigen land een beetje heb. En hij droomt daar nog wel van. Maar aan de andere kant, hij is wel al in de 60. Zijn kinderen zijn thuis. Mm-hmm. Dus hij weet niet van, gaat dat er nog van komen of niet. Ja. En dan lachen ze ook daar weer een beetje mee. Ja, van, alleen, je bent al zo oud en je zit nog altijd uit te kijken naar je akkertje. Inderdaad. Je droomt nog altijd van wat dat volgende is, terwijl je dat ik tot nu toe nooit had kunnen bereiken. Ja. En dan zijn er nog twee jonge arbeiders, maar die spelen niet echt helemaal mee, omdat die gaan fuiven in het stad. En in het dorp. Hebben de naam De Maf en Lot. Ja. Ja, voilà. En dan hebben we nog een zwerver, Knorren. Ja. Dat zijn ze. Ja, dat zijn er zes, inderdaad. Ja. Ja, waarvan vijf arbeiders en dan nog onze zwervers. En het verhaal, ik heb gewoon opgeschreven, ze beginnen met de wetten. Dan is er zo wat bezoek in de ast. Ja. Het is een rookoven, dus het is daar warm. En buiten is het koud en regenachtig. Dus iedereen komt zo'n keer op bezoek van, oh, we gaan vuiven in de ast. Dat is ook echt een jeugdclub, denk ik, die de ast heet. Dus dat is grappig. Okay. Maar dat is reden. Dan als die mensen weer weg zijn, de boer heeft ze dan weggejaagd. Mm-hmm. Dan gaan zij weer aan het werken. En dan is het ook echt zo slapen en dromen werken. Ja. Slapen en dromen werken. Dus iedere keer met die wekker echt zo opstaan om weer aan het werk te gaan. Klopt. Dus dat toont wel zo'n beetje aan dat werk hun leven letterlijk beheerst. Ja. Ja, klopt. Want dat was een van de bedenkingen dat je na dit te lezen had ik iets van, amai, er zijn zoveel levens geweest die uit niets anders bestond dan werken. En dat is toch mega triest. Ja, dat is wel triest. Ja, al die weggesmeten dromen en zo. Dus dat is denk ik een van de verhaallijnen die erin zit. Ik heb daar nog een goede quote van. Oh, ja. Ik heb redelijk veel ook... ik wist niet of ik het boek moest teruggeven. Ah, ik ook. Ik heb het Dan ga ik hier een stukje voorlezen. Ja. Ik ga misschien eerst beginnen met de openingspassage, want dat vond ik wel vrij mooi. Ja.
Ik dat ik net al zei, het is handeling, eenheid van handeling en tijd en ruimte. Het is echt niet een toneelstuk. Ja. En het begin is ook echt als een toneelstuk. En dat keer nog een paar keer ja. terug. De schuur met de dubbele poortluiken breed open gelijkt een toneel waarin de gapende diepte door haveloze mannen in haastig tempo een spel wordt opgevoerd. Het gebouw staat er eenzaam op de verlatene vlakte. Het toneel zonder toeschouwers en de spelers doende achter een sluier van watermist, die het alom doezeld houdt. De mannen vervullen elk zijn aangewezen rol. Handeling welke ineensluit als een geordend werktuig dat in het ijle draait. Een schouwspel dat in tijd en ruimteloze afspint. Je ziet zo al die mannelijke radertjes in de machine, dat wordt bijna letterlijk verteld. En dat is zo hetgeen dat daar gebeurt. Mm-hmm. Dat is zo het toneel waarop alles gebeurt. Dat vond ik echt mooi. Ja. Dat sluit wel aan bij zo die vernieuwing. Of allee, dat hij zo beschreven wordt als ja. een vernieuwer van de letteren. Ja, zeker. En dan op de volgende pagina gaat het verder. Zonder toeven of verpozen, ononderbroken, gehaast, vordert het werk in eenbaarlijk herhalen dezelfde beweging. Het een door het ander in gang gehouden... In gang gehouden? Amai, dat was verschrikkelijk. Voortgestuurd zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig. Streng en onmeedogend gelijk de wanhopig gispende regen, het lijfelijk blazen van de wind, de onafzienbare grauwheid der wolkenvracht die loodzwaar over de wereld weegt. En het derve gelaat van een dag is de gang der uren niet te onderscheiden. Alle dagen der week zijn eender van uitzicht, vervuld met zelfde weerkerend werk. Mm-hmm. Dat is wel deprimerend, hè? Mm-hmm. Als je denkt, naturalisten, die zijn deprimerend... Zeker. Goed gedacht. Maar dus ik vind dat wel dat het al super mooi toont, hoe dat zo wat de toon is van dat boek. Ja. Het is niet de eerste keer ook dat ik het luid oplees, maar het zit echt zoveel ritme. Ja, zo'n cadans. Ja, ja, ja. Ja. Chic. Wat ik hier nog staan... Ah, ik had al een beetje opgeschreven dat de personages zijn, dat hebben we al besproken. En ik denk dat ik ook nog iets heb aangeduid over ons personage Knorre. Dus ja. Knorre is die staat een beetje apart van al de rest, mm-hmm. omdat hij... Ja, hij is echt een zwerver, een landloper. Hij werkt niet echt voor zijn geld. En zeker ik daarop neer... in het begin kijken ze daar allemaal op neer. Van ja, die kerelen hebben niet zo voor te leven. Maar plots beginnen ze ook allemaal de bedenking te maken van... Ja, maar waar leven wij dan voor? Mm-hmm. Eigenlijk werkt hij gewoon elke dag. Misschien heeft hij de knorren dan nog zo slecht niet gezien. Ja. En ik heb zijn beschrijving aangeduid ook omdat ik het heel sprekend vond. Dus de knorren komt eigenlijk binnen terwijl de rest aan het slapen is. Mm-hmm. Dus vandaar dat het een beetje warm is. Ziet hij het in zijn droom. De ijzeren poort grinzelt op haar hengsels. Door de spleet komt een zwarte ongedaante naar binnen. Met slodderige palullen omhangen die leken van het water. Zijn aangezicht is gedoken in een wilde baard onder een besmeurde hoed. Het is knorren, hij komt schuilen. Daar trekt hij de poort weer toe, zwemelt naar de overkant en valt gelijk een zak in de donkere hoek tegen de muur. Ik kan zo zijn taal... Toen ik het eerst las, dacht ik van... Ah, die gebruikt wel veel dialectwoorden, gaat iedereen dat wel begrijpen. Maar dan had ik het erover met Thomas en die zei, ja, dat is waar. Maar je gebruikt eigenlijk woorden van overal. Dus je gebruikt niet alleen woorden die hier in de streek gebruikt werden. Je gebruikt er ook van andere streken en je vindt er ook veel zelf uit. Okay. Waarbij het vooral een beetje de sfeer van die taal wel gebruikt. Bijvoorbeeld een woord als grenzelt. Ja, ik heb dat nu nog nooit gehoord, maar ik snap wat hij bedoelt. Ja. Ik heb ook twee passages aangeduid... Omdat ik ze zo mooi vond door de woorden. Ja. Omdat ik dacht, zijn dat woorden uit die tijd? Ja. Maar misschien zijn het inderdaad gewoon woorden dat hij heeft uitgevonden. Ja. Misschien... Ah nee, ik ga die anders ook voorlezen. Doe maar zo. naar het einde toe heeft hij het ook weer over het toneelspel. Mm-hmm. Allee, wat jij dus het begin zei. Hè? Dus het toneelspel neemt zijn gewoon verloop. Nadat ieder zijn bekomsten heeft en de nooddruft voldaan is, begint de leute en de zotte marterij, het buitelen en dansen, kachaaien en ginnegabben, piokken, takelen, tjokken, tinsen en titsen, treikelen, kullen bukken, hossenbrokken, zeerden, pierlen, kokeren en dertelen al overhoop, alsof ze op eigen gebied alleen meester waren en in de hele wereld niemand vrezen moesten. Mooi, hè? Allee, ja. Je weet niet wat al die woorden betekenen, en misschien wist niemand dat wel, maar je snapt wel wat hij bedoelt. Ja. Ja, dat is waar. Het zijn nog zo passages. Ja. Bijvoorbeeld wat jij daarnet zei, van die jonge mensen die dan allemaal langskomen. Ik ga die nog voorlezen, omdat je dan wel snapt wat hij bedoelt. De ovenkamer geraakt vol. Voortdurend komen laveiers tussen de spleet der poort binnenkruipen. Jongens en meisjes, groot en klein. Elk zoekt zijn soort en hokken samen in hoek of spelonk, waar de ene aan het spel, de andere aan het pieren waaien, foefelend hakenweren of over kamphanen en speelduiven bezig, of met vet en praat aan het lachen zijn. Dus dan heb je zo die sfeer. Je weet wat hij bedoelt. Dus ja, hij weet het zo, hè? Ja, wel cool. Ja.
Alright, dus dan heb je die... Allee, we hebben het al even over zijn stijl gehad. Ook nu, dus dat vind ik wel iets... Ik dacht in het begin dat ik van... Ah, zou je dat niet moeten moderniseren om dat opnieuw uit te brengen? Want die taal is wel wat verouderd. Maar aan de andere kant, ik zou niet weten hoe dat ze dat moeten doen. Ja, ik ben benieuwd wat dat Lano gaat doen. Ja, ik vraag me ook af. Allee, want bijvoorbeeld die tussen dat, je zei, dat is gewoon spelling, dat kunnen ze aanpassen. Ja. Maar ik, zo'n ding. Ja. Ze moeten dat bijna laten staan. Ja. Nee, anders moet je al een onderscheid maken tussen wat dat voor... Ja. Nee, dat wordt te moeilijk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Lano, let us know. Voilà, dat was alle info die we al wilden meegeven over steenstreuvels en het lijsternest. Het steenstreuvelsnest, echt waar. Ja, ja. Ik kan er niet bij dat dat zijn valse naam was. Ja. Dat is veel te moeilijk om uit te spreken. Ja. Okay. Dat doet er verder niet toe. Het is hier super tof. Kom zeker een keer op bezoek. Wil je de volledige opname horen en ook een beetje meer weten over het leven en dood in de Ast, dan kan je luisteren op eigenlijk alle podcastplatformen. Ja. Gewoon eventjes zoeken op de Bende van het Boek. Klopt. Bende van het Boek. Zonder lidwoord ervoor. En dan kan je luisteren naar wat wij vonden van Leven en Dood in een Ast. En ook nog 3 andere boektips per persoon. Per persoon. Dus 6 andere boektips over de nacht horen. Voilà. Dus wacht even. We kunnen allemaal knippen meteen. Moet je nog verwezen naar Erfgoeddag dan? Op naar het begin. Ben je in het begin gedaan, hè? Ja. Oké. Okay. Moet je nog verwezen naar Erfgoeddag? Nee. We mogen toch niet te veel reclame met maken. Ah ja, we doen dat in die begeleide post. Ja, en uiteindelijk dan is Erfgoeddag ook al echt bezig. Ja, ja. Oké, ik kan nog iets zeggen van, het is toch mijn tof vond, volg ons, doe iets. Ja. Oké. Ik mag niet meer voilà zeggen, nee, ik zeg te veel voilà. Ziezo. Zo, ja. Zo, dan zit het erop. Dus als je ons, als je zegt, amai, die bende, dat is precies wel tof. Gezellig. Ja, dat is... En veel dat die weten. Ja. En sympathiek. Ja. Dan kan je ons ook volgen op Instagram, op, via alle apps om naar podcasts te luisteren. We hebben ook een blog, we hebben een nieuwsbrief. Ja, gewoon naar bendevanhetboek.com gaan en dan vind je alles. Ja, dat is eigenlijk het makkelijkste. Dat is het makkelijkste, ja. Iedereen. Voilà, Therese, ik ben super blij dat ik nog een keer jou in het echt heb mogen zien. Ja, ik ook. Ja. En ik vond het super fijn. Ja. En ook bedankt als iedereen die tot hier heeft gekeken. Ja. Merci. Voilà. Jullie zijn dachten. Ja. Oké. Van het boek.